In de Eerste Wereldoorlog is het grote smokkelproduct is in de Eerste Wereldoorlog geweest petroleum. Holland had geen petroleum en België niet, want wij waren zogenaamd neutraal. Dus wij konden nog wel olie schijnbaar via een moeilijke beweging. Holland had er olie te veel. En dan is het dus de beroemde smokkelarij, dat is petroleum geweest. Er is een zaal in steken en een martinet doodgeschoten, van familie hoor. Omdat hij een busje van 5 liter petroleum droeg. Die had erom geweest naar Holland. En een Duitser die zag dat hij met zijn, en die riep en die had dat niet gehoord en hij schoot hem dood. Ja. Maar petroleum, daar heb ik mijn vader veel over gepraat. Ja, dan was dat nog voor de oorlog. En we hadden een kapiet verleggen, dat ik al verteld heb. En dan ging ik om 25 kilo suiker. Dat was hier ook voor die kokkenfamilie. En Abdalen we ook een kok. En dat die ook een zuster van mij. En bij Magnus in Abdalen, dat die ook een zuster van mij. En dan ging ik door van door, lekker dat ze zegt, op suiker. En dan moest ik wel eens met de wagen naar Abdalen. Die suiker, ja, daar zat ik weer op lekker van vuur. Dus als je een wagen met vuur stelt. En die put leek dat je, dat was erop gemokt. En dus, mijn jas erover en daar zat ik bovenop. He. En als je brocht, ging ik dan op de boer. Ja, ja dat ging lekker. Dus als je... Dat was dus een van die olie en boter voor de oorlog. Gebeurde dat dus ook al op die manier. Dat was dus op die manier. Maar dat heeft in feite allemaal, dat was dat allemaal nog braaf. Dat was allemaal, voor die tijd, ik heb mijn vader dat nog gezegd, dat was iedereen, de Hollanders die waren wel wat strenger en zo, maar die waren in feite allemaal nog braaf. Terwijl dat dus na de oorlog, en ook binnen de oorlog, dan was het voor het, dat was het ernstig. Er zijn ongeveer 3 mensen hier om de grens, zijn er doodgeschoten. Het sluiten van die grens, dat is misschien wel iets typisch eraan, had te maken met het feit dat er door de Belgische regering een fokprogramma opgezet was voor zwartbontvee in Wallonië. En dat ze dit wilden bevorderen door die grenzen te sluiten. Maar het gevolg was dat dus de veehandelaren verplicht werden om te smokkelen, wilden ze hun natuurlijk afzetgebied blijven voorzien. Zo is het een beetje heel de tijd van de oorlog gegaan, dat aan het einde toe. En praktisch elk gezin van de Hellestraat, op enkele families na die het niet durfden doen, heeft daar aan mee gedaan. Maar ik zei, het was grotendeels het hoofde van de eigen bevoorrading en dan bij zijn oorlog. Hetgeen voor ons een groot geluk was dat er zoveel reserves in de Zeepse polders waren. Tegenover bij ons hier. Dat is de periode van tijdens de oorlog. Maar dan heb je de periode na de oorlog, dan zijn de zaken omgekeerd. Dan werd er praktisch niet meer vanuit Nederland naar België. Van België waren al, maar dan was het omgekeerd. Dan was er een grotere voorraad in Nederland. En dan was er vooral een groot prijsonderscheid. Bovendien, het is een periode geweest tijdens de oorlog, dat de gulden in het zwart, maar 4 Belgische franken waren. Ah ja. Ik mocht dan 5 kilo suiker. En die zat rond de buik. Dus dat waren allemaal zakjes en een band. En die vrouw van ooit die goot dat erin. Toen dat die 5 kilo er allemaal in zat. Dus ik kom aan dat kniezen kot en halt. Ja, ik wist genoeg. Ik bleef staan in. En ze zagen het winkel komen. En ze zien dat ik van de suiker bij me aan van alles. Ik zei, ik heb niks. Ik heb wel in die winkel geweest, maar ik heb niks. Nou, dat geloofde mij niet. En ze hadden mee naar Kapellebrug. Want ze mochten niet nog komen als vrouw. He. En ik ging mee en nog een ander gereden. Weer zeggen dat ik suiker bij me had. En ik zei, ik heb niks. Ik zeg, neem me maar mee. Ik zei, dat zullen we wel zien dat ik niet heen. En over alleen, we waren op Sint-Jan-Stierendo. En dan zegt hij, spring maar van een fiets. Zeg nou wat je mee hebt. Ik zeg, ik heb niks. Ik zeg toch niks, zeg ik toch niks zeggen. Nou, dan zeg ik hier maar terug, om naar huis. En het was af, ik mocht niet verder. Ze vertrouwden me echt en ik was heel serieus. Ik kon niet,
was niet gewoon, maar ik zei gewoon dat ik niks zou. Maar ja, ik had van eigen suiker. Ik had er 5. Dus ja, kijk, dan, als ik dan op Kapellenbrug kom, die vrouw van de chemie, die mocht dat doen. Hè. En die mocht dat controleren, ze dan ik wel ongewist. Hè. Je mocht dat niet, niks. Die mensen gingen de bal op met pot naar pan en zo. En die gingen kruisboerzolen wel en die verkochten die dan onderweg aan de mensen natuurlijk. Dat was een goede inkomst, want daar kon ze lekker om verdienen. Maar smokkelen deed iedereen rond de grens, allemaal. Ja, toen die tijd. Wie het niet deed, ja, aardappelmeel werd er wel gesmokkeld. Van Tolles Nobels. Aardappelbloem. Goh. Ja. Maar dan weet ik nog wel dat er op Kapellenbrug een quarantaine was. Heet dat stond ook in het boekje. En als er smokkelaars gepakt werden, of als er grief afgepakt werden, dat zei Vlas, Lijnzot of noem maar op, dat weer naar Kapellenbrug gebracht. Niet naar Rust, maar naar Kapellenbrug. Daar was een soort quarantaine. Daar werd dat opgesloten of gelijk weggevoerd, dat weet ik niet. En dat deed Camille Martens met zijn Pierre de Kark. Ja, s'avonds, maar dat was het nog. Ja, dat was plotter zijn half 5 nodig. Maar het werd hoe langer hoe gevaarlijker, want op klas waren ze niet meer content. Ze werden te veel besloten met die Duitsers. En CCD, ik geloof dat ook iets was die met de Duitsers te maken had. Want ze lieten gebeuren een gedeelte afpakken dat niet zwaar was. En dat is Camille met zijn karken naar quarantaine reed. Ja, en intussen daar vlogen ze met tientallen, met Vlas op de schouders of lijn zo de Belgische grens over. Vlas ook op onder schouders? Ja, ja, dat droegen ze op onder schouders. Dat waren ballen van 40 kilo. En er zaten midden een touwduur dat er geen 30 kilo op die schouder en 10 kilo op die. Nee, nee, dat was goed te midden. Dan woog dat precies te midden. En dat heb ik meer dan eens gezien, trouwens, dat heb ik mezelf ook gedaan. Maar de rechtoverloos, dat bij Palling, bij Sturm, dat waren veel grotere vlassers. Die deden nog veel meer. En mijn vader was eigenlijk te bang ervoor. Maar die deed dat, volgens Palling deed dat heel veel. God, dat was met tientallen die lagen klaar. Dat zal ook wel een van de oorzaken geweest zijn. Dat dat ze op de kater, of het merendeel, uitzondering lagen laten. Dat je helemaal niks vond, of niet speciaal dat smokkelen. Er gebeurde wel meer in de wereld dan ergere dingen. Maar de buitenwereld, het land van Oost enzovoorts, laat de neuzen op en noem dat maar op. Ja, die vond dat smokkelen. En nog, nou, dat leek wel of dat de dingen de maffia was, maar zo was het natuurlijk niet. Hè. Dat weer buiten dat ze natuurlijk wel mee verdiende, en dat zal wel jeugdzaal geweest zijn. Maar er was ook toch een beetje een sport. Een sport van wie durft het meest, wie kan het meest. Maar toen was er hier toch iemand op het lumineuze idee gekomen om de klep van achteren die opensloeg dat het vee eruit kon. Die zat natuurlijk in een omranding, dat was een deel van de wagen. En dat waren net of het glas was. Maar in ieder geval, die hele achterkant kon eruit. En dan werd dat hier aan gelood, het loodje eraan geknepen. En dat loodje werd er afgehaald in, was dat Wustwezel of weet ik waar ze de grens ergens. Ja, dat doen we. Goed. Dus dan kon dat vee daar pas uit. Maar wat deden slimme rikken? Die namen dan prachtig vee mee naar België. Wat daar veel geld waard was. En dan kochten ze kapstokken. Dat zijn dan koeien. Ja, oud en dagen zat waarschijnlijk, waar je jas zo aan op kan hangen aan die beenderen. En dan deze die auto met kapsel en dan reden ze door en die werden in Nederland gelost. En het geld was verdiend natuurlijk, want de mooie koeien waren. Maar dat is ook uitgekomen, want die wagen die heeft hier nog gestaan bij ons daar zo. Maar natuurlijk in de jaren 50, dan... Als je dan 10 gulden bij kon verdienen, dat was ook een daggeld, hè? Mm-hmm. Dat is niet waar, want dan werd er voor 1 gulden per uur. En iets gulden en een dubbeltje en 20 misschien wat verder in de jaren 50 werd er per uur gewerkt. Dus als je dan een tientje per week bij kon verdienen, dat je, als je dan meer kon verdienen, ja, dan het was allemaal licht meegenomen, hè? Ja, natuurlijk. Die aan doofbazen, ja, die namen ook meer risico op natuurlijk, hè? Niet waar? Want ja, die waren, had er niks gebeurd, dan waren ze goed.
Maar als een beest kwijt worden, ja, dan houden ze ook weer niet veel meer over natuurlijk. Hè. En als er twee kwijt worden, ja, dan moest er alles een keer voor niks gewerkt worden om de schooien weer in te halen. Hè. Dat zat er allemaal wel in. Ja. Ja. Maar slechter zijn ze er allemaal niet van horen natuurlijk, hè. Daar nog niet van. Ik heb nog hier ook wel eens gezeten, iemand die in de smokkel zat, hij zit in de sport. Nee, dat heb ik ook gezegd, dat is niet waar. Het gaat erom om geld te verdienen. En als je natuurlijk, ten eerste biedt van Hassel gaan met die graag 400 frank, oké. Okay. De baas die met die beesten overhoudt, ja meer, hè, omdat ze dat brocht. Een werkman van 50 gulden. Dus ach, op die manier, als je dat alle dagen deed, beneden als je dat alle dagen hoor. We zaten in de Brosperen, overal, tot tegen West-Durpen. Dan kon je geld verdienen. En dan kon je ook hoe risico was spreiden, want hoe meer je doet, het is, besta je dat? Mm-hmm. En dan kon je ook concurrerend werken. Je moest wel veel doen. Het is precies hetzelfde als dat je nou iemand, pak maar een aannemer of gelijk wat. He? Dus maar, het is geen sport. Voor mij niet. Het is proberen op die manier kon je toch meer geld verdienen als dat je gewoon normaal een handel deed. Wat ook niet waar was, op het les niet. Kan ik gestopt zijn. He? Maar toen in het begin. He? Maar die verdiensten met dat smokkelen zijn allemaal minder geworden. Die prijzen zijn meer naar elkaar toegegroeid. Maar, en ik dus, kwam dus thuis. En toen zei ik, ja, ik doe het niet meer, ik ga de baan op. Nou, ik verdiende net zoveel toen met gewoon vette beesten te kopen en dit en dat. Als ik me die zorgen verdiende, hoor, die jaren daarvoor. Maar de laatste jaren wie er ook weinig verdiend, in het begin wel. Maar het gaat hem erom om geld te verdienen. Je moet niet zeggen, het gaat hem erom om op een gemakkelijke manier geld te verdienen. Maar zo makkelijk was het allemaal niet. Nee? Maar inderdaad, hij raakte dan op een gegeven moment betrokken bij het smokkelgebeuren. En actief in die zin kon hij niet zijn, omdat hij dus zijn handicap had en zich helemaal niet goed kon voortbewegen. Maar hij had wel kapitaaltje wat hij bij elkaar had verdiend met kleermaken. En ja, voor de rest had hij heel weinig bezonjes en woonde hij in bij ons, dus hij had wel wat spaargeld. Dat heeft hij dan toch ook wel gedeeltelijk in de aankoop van boter en zo. En is hij meegegaan in toch iets wat grotere smokkelgebeuren. Dat zo'n overgang van de ene grens naar de andere grens met zo'n grote smokkelwagen vol met boter, dat hij dan op een of andere manier toch niet verder kan en dat er gewacht moet worden in een café en dat ze dan met z'n allen zitten. Ook mijn oom. En dat dan op een gegeven moment daar de vliegende binnenvalt en dat ze allemaal opgepakt worden en de wagen geconfiskeerd wordt en dat ze het gevangen ingaan. En dan krijg je bericht dus dat je oom in het gevangen zit in Mons, nooit van gehoord, in Bergen, helemaal aan de Franse grens. Ja, mijn moeder moest er ook wel een keer door de week naartoe natuurlijk en dan is op een gegeven moment nog met mensen uit Heikant, die daar ook bij betrokken waren, is ze die kant uitgereden, omdat dan die mevrouw van dat gezin zat daar ook gevangen. En dan, mijn vader en ik en de kinderen, we zaten dan s'avonds te wachten op thuiskomst en berichten van hoe het dan met onze oom gesteld was. Maar mijn moeder kwam maar niet terug. Dus ja, dan krijg je echt van die angstige momenten van, ze zullen ze dat ook niet vasthouden. En ja, wat bleek dan? Uiteindelijk kwam mijn moeder dan heel laat in de avond terug. En dan was ze inderdaad ook opgepakt. En was ze dan ook tijdelijk gevangen gezet. En heel sterk verhoord. En onder druk verhoord. En met confrontatie met haar broer. En nou, in ieder geval, ze was uiteindelijk ook weer wel op vrije voeten gekomen. Maar dat had wel een hele grote impact op ons allemaal. We zijn die periode ook helemaal nooit vergeten. En een gok van mijn oom om in smokkelen mee te doen, maar wat hem eigenlijk alleen maar heel veel geld heeft gekost. En vrijheid, dus wat dat betreft, was dat voor ons een, vonden wij het niet zo'n leuke periode. En dan later is er een periode gekomen, nog,
Dat was daar ook tussen. En dan, maar, dan zeggen we, wat is er nou aan de hand? We zien niks meer. We zien gewoon niks meer. Ja, en ik zat ook niet makkelijk. Ik bracht ook geen brood meer op de plank. De baas zei, hoe zit het, jong? Komt er nog wat binnen? Ik dacht, ik ga eens naar een tapgever toe. Ik ga eens een keer praten. Ja hoor. Die zei, ze rijden allemaal met geheime bergplaatsen, zei hij nu. Hij had dat nog niet in de gaten, zei hij. Ik zei, ja, nu weet ik genoeg. 30 auto's hebben we toen gepakt en 3 man met geheime bergplaatsen. Luxe auto's. Daar kreeg ik nog een ratificatie voor. Hè? Nou, wij zijn die, ja, ik dacht, die zit erin. Die moet erin zitten. Want dan ken je, ik weet dat hij doet, die zit erin. Niet kunnen vinden. Niet kunnen vinden. En op een gegeven moment kijk naar dat spiegeltje. Omhoog. Dacht, hé, er zitten een paar nieuwe schroefjes in. Eraf van jou, hoor. Dan zat dat in dat dak. En dan kon je dat beetje, de hemel een beetje naar beneden doen zo. En dan kwamen er 2 van die touwtjes kwamen eruit. He. Dus die stappen dan in dat dak en dan zat er van achter zo'n band. Zo'n band natuurlijk. En dan staken ze die pakjes boter daarin. En dan trokken ze aan die touwtjes en dan kwamen ze eruit heen natuurlijk. He. Dat was vernuftig soms. En hoeveel kilo zat er dan in? Oh, dat zat daar meestal, wat zou ik zeggen, 50 kilo. 50, 60 kilo. Ja, die man die reed natuurlijk die reed dagelijks met die auto's. Dat we nog een keer achtervolgd werden van Gent in de pot dikke mist. Ja, ik kon geen 40 meter kijken hoor. En dan was het donker hoor. Het was tegen 12 uur s'avonds. En die had achter ons gezeten en wij hadden toen een Citroën idee. Zo'n strijkijzer. En dan hebben we hurrien. En Theo die reed toen. En ja, al wat er in die wagen zat, zo hard gingen wij door de mist. En die bleven toch achter ons, tot ongeveer aan Trikwart. En dan ben we ze kwijtgeraakt. En de brug, die ging net op rood, gingen ze knipperen en we konden er nog op. Omdat avond was, dan kwam een boot, die ene auto, die kon daar nog mee. Maar jullie stonden aan de andere kant en wij aan de andere kant kwamen en daar stonden ze. De douane, wij voetzien. Maar ik heb hier wel lopen op zo'n, die kan ik vernoemen. Waarom niet? Maar dit zeg ik niet, maar dat waren mannen die laten smokkelen. En die waren hier ook naar de winkel. En in die winkel, kwam die sloot, dat was met sloot, daar werden de boten zo gezegd, vandoor vertrokken ze en die liet drogen. Maar dat waren zakken van 25, 30 kilo op de rug, he. Door het land, he, werden gesmokkeld. He. Door het land werden gesmokkeld. He. Dan worden de mannen, worden de boter weer opgekocht. Die leverden dan in de Smetstraat, bij mijn vader. Dat werd er dan opgestald. En dan kwamen de opkopers, die kwamen de boter keuren. En dat deden ze dan, dan trokken ze een deus open en dan met onder een duim proefden ze de boter. En was er een bepaalde madame bij, en die zei al te last de deus. Het laatste pakje dat ze proefde, dat pakje is zuur. En dan kon ze het meenemen naar huis. Hè.